Windmolens zijn in Nederland de meest bekende molens en ook de meest voorkomende. Toch heb je in Nederland ook watermolens. En dat zou je niet verwachten, want in Nederland heb je geen bergen. Voor een molen met een waterrad heb je stromend water nodig. En zover ik weet stroomt het water alleen van boven naar beneden. Zodra er maar een beetje hoogteverschil was, werden er al watermolens aangelegd. Dit gebeurde bij beken en rivieren. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en op de Veluwe. Er waren dus veel watermolens en ze waren er al heel vroeg. Zoals deze, uit 1169. Watermolens zijn dus al heel oud. De Romeinen gebruikten ze al. Maastricht was een grote Romeinse stad. Daar woonden veel mensen en er waren ook soldaten gelegerd. Er moest iedere dag een heleboel graan worden gemalen. En inderdaad zie je in Maastricht nog steeds veel oude watermolens. Ze zijn niet meer Romeins, maar sommige zijn misschien wel al meer dan 1000 jaar oud. Zoals deze watermolen, de Bisschopsmolen. Nog steeds maalt deze molen graan. Limburg heeft nog meer mooie oude watermolens. Zoals de Leeuwmolen in Maastricht. Of de Volmolen in Epen. Die was ooit bedoeld om wol te wassen, maar hij wekt nu elektriciteit op. En dat doet ook deze mooie grote in Sittard, de Ophovenermolen. En verder naar het noorden ligt de Kasteelmolen van Arsen. Daar maalt de molenaar nog steeds graan. Niet voor brood, maar voor speciale drankjes, als jenever en korenwijn. Het klinkt misschien een beetje gek, maar we zijn hier nu op een oud industrieterrein. Deze reusachtige watermolens staan op het landgoed van Sinkgraven. Hier heb je de oliemolen, de korenmolen en daarachter zit de zaagmolen. Maar hoe werkt een watermolen nou eigenlijk? Nou, dat ga ik jullie uitleggen. Het water voor de watermolen liep hoger dan achter de watermolen. En het water wordt van boven, via een sluis, tegen de plankjes van de raderen aangeduwd. De raderen komen dan in beweging. En die zitten vast aan deze grote assen. En die assen, die drijven het binnenwerk van de molen aan. Dit is de as die we net buiten ook zagen. Waar het grote spoorwiel aan vast zit, die de bonkelaar daarachter aandrijft. En die bonkelaar brengt deze grote gietijzeren drijfwielen in beweging. De drijfriemen drijven dit wiel aan die het zaagraam in beweging brengt. Het zaagraam is een leeg raam met zagen erin. Kijk maar, daar gaan ze. Loopt de trein. Watermolens die hun kracht halen uit beken en riviertjes, krijg je niet zo 1, 2, 3 aan de praat. Je moet eerst een flinke hoeveelheid water opsparen voor de molen. Totdat je genoeg water hebt de molen een paar uur lang flink te laten werken. Het opsparen van het water noemen we opstuwen. Bij iedere molen hoort een stuw. Zo'n stuw noemen we ook wel een stuwmeertje. De watermolenaar bepaalde hoe hoog het water was. Maar hij moest wel oppassen dat hij niet te veel of te weinig water opstuwde. Nou, en dat deed hij door deze meter goed in de gaten te houden. Het stuwen van water was niet altijd gemakkelijk, want veel mensen waren afhankelijk van het water. Als de molenaar te veel water had opgestuwd, hadden de boeren stroomopwaarts te veel water en de boeren stroomafwaarts te weinig. Je kon als watermolenaar de boel dus behoorlijk in de war schoppen. Maar de mensen lieten de molenaars toch liever met rust, want ze hadden de molen altijd nodig. Sterker nog, in het zuiden van Nederland zijn de boeren eeuwenlang verplicht geweest om hun graan te laten malen op de dichtstbijzijnde molen. En als de molen een zaag had, moesten ze ook daar een hout laten zagen. En een olie daar laten slaan. Ze mochten het allemaal niet zelf doen. De landheer had daar de controle op. En die liet de molenaar een deel van de spullen steeds in beslag nemen. Als maalloon.
De mensen kwamen er gewoon niet onderuit. Zo'n verplichte molen noemen we een banmolen of dwangmolen. Je werd gedwongen naar de molen toe te gaan. En het waren niet alleen de watermolens. In het zuiden waren ook de meeste windmolens banmolens. We zagen al dat de watermolens niet zomaar in het water staan. Meestal werd er toch speciaal voor de molen een stuw gemaakt. Dus een eigen stuwmeertje waarin de molenaar water voor de molen kon tegenhouden en bewaren. Als er genoeg water was opgespaard, kon de molenaar het water met voldoende kracht langs het waterrad laten stromen. Meestal moest het water met een apart kanaaltje naar de molen gevoerd worden. Aan. Maar bij een bovenslagmolen, zoals deze, komt het water vanaf boven op het rad terecht. Zo'n bovenslagmolen is 3 keer zo krachtig als een onderslagmolen. Maar dan moet je het water wel eerst van boven op het rad zien te krijgen. Daar hebben ze hier wat op gevonden. Het water uit de stuw gaat via een goot onder de weg door en komt uit op het rad dat een stuk lager ligt. Dit kleine 15e eeuwse watermolentje, de Mast in Twente, is een klein molentje met veel vermogen. Nu wordt er graan vermaald, maar vroeger produceerden ze zelfs olie. Dat gebeurde met deze kantstenen. Zo zie je, kleine molens kunnen dus ook heel krachtig zijn. Dit was het verhaal van de watermolens. Wil je meer te weten komen over de molens? Neem dan een kijkje op onze website.